De metaalindustrie was in de 20e eeuw lange tijd de grootste bedrijfstak van Brabant. Ooit kwamen alle tramlocomotieven uit Breda, waren alle kachels van Edna, werden de scheepsschroeven gemaakt bij Lips in Drunen, staalconstructies door Begeman in Helmond en wat te denken van Hera's hekwerk, Brabantia, Tomado. All made in Brabant. Grote kans dat dit mooie gietwerk op de prachtigste begraafplaats van Tilburg ook van Brabantse makelij is. Tilburg kende vroeger veel kleine metaalgieterijen. Dat had natuurlijk alles te maken met de textielindustrie. Want die fabrikanten wilden onderdelen voor hun machines en die bestelden ze het liefst van snel dicht bij huis. Nou, zijn die grote textielfabrieken inmiddels allemaal verdwenen, maar er is nog een hele bijzondere gieterij. Kleinschalig, uiterst ambachtelijk, maar verrassend eigentijds. Melis. Hier wordt aluminium en brons gegoten in opdracht van de industrie. Het gaat meestal om machineonderdelen, om halffabrikaten dus. En het principe is eigenlijk heel eenvoudig. Je maakt een mal, je giet daar aluminium en brons in. Je laat de zaak afkoelen, verwijdert de mal en klaar is Kees. Maar ja, in de praktijk is daar wel echt bijzonder vakmanschap voor nodig. Jan Melis, directeur-eigenaar. Wat jullie doen ziet er allemaal heel ambachtelijk uit. Haast ouderwets, zou ik dat zo maar zeggen. Ja, dat is de technologie. Het is zowel ambachtelijk, het komt zo ook over. Maar het is zo dat het gewoon eigenlijk een moderne industriële onderneming is die een ambachtelijk product vervaardigt. Wat niet op een andere manier vervaardigd kan worden. Dan zijn jullie gespecialiseerd in kleine oplagers. Ja. Een reeks van 1000, dat is al heel veel. Ja. Waarom nou voor die markt gekozen? Nou, we hebben eigenlijk bewust gekozen voor die markt. Het heeft te maken met de strategische visie. Want je kunt wel een ambachtelijk bedrijf hebben. Maar je visie, je strategische visie, is iets ook van een modern bedrijf. En wij constateren dat door de vernieuwingen en dergelijke de series steeds kleiner worden. Want innovatie leidt ertoe dat dus het product sneller verandert. Dus de klanten zijn ook makkelijker, niet makkelijk geneigd meer om grotere series bestellen. Die willen graag bij ons 8 stuks bestellen. En heel goede kwaliteit en gisteren klaar. En betekenen jullie iets voor de export? Export wel, direct en indirect, maar vooral ook indirect. Onze grote opdrachtgevers die leveren hun producten al over de wereld. En of het nou China of Amerika is, of Rusland, zeg ik. Dus onze producten staan overal. Alleen de opdrachtgevers komen voornamelijk uit Nederland, zijn grote bedrijven, en uit België. Ik heb net even achter de schermen gekeken en ik vind dat er verrassend veel oudere werknemers zijn. Is dat nou sociaal seniorenbeleid of zijn jonge ambachtslieden gewoon niet te vinden? Nou, die zijn wel te vinden. Hè. Het is zo dat wij nog wat ouderen hebben en daar hebben we heel erg veel plezier van. Want daar heb je de kennis over achter. Want een echte gieterij ambachtige opleiding moet je toch intern doen. Ja? En dan constateren we toch altijd dat de betrokkenheid en de kennis van ouderen heel veel toegevoegde waarde heeft. Maar die kunnen jongeren op een uitstekende manier dus het vakken leren. En dus dat is eigenlijk een win-win situatie. En het sociale aspect, ja, iedere ondernemer heeft op zich iets van het sociale. Nee, maar bij jou is het wel een groot sociaal hart, weet ik toevallig van je. Ja, nou, ik vind het wel dat ondernemen is meer dan puntje, zeg ik wel eens een keer. Hè. Niet zo bescheiden, Job. Jan, nee, graag gedaan, dank je wel. Je hoeft niet groot te zijn om succesvol te wezen, dat bewijst Melis. Gewoon een kwestie van gezond verstand, onderscheidend vakmanschap en een groot sociaal hart. Dan kun je goed zaken doen in Brabant.